doet als je ziet dat er problemen zijn op het terrein. En in het begin van mijn parlementaire werkzaamheden heb ik een e-mail gekregen van een hele lieve meneer. Ik ga zijn naam niet noemen vanwege privacyredenen, maar die mij op een probleem wees. Hij was klant van één bepaalde provider en wilde overstappen naar een andere provider, een internetprovider, die voor hem voordeliger uitkwam. Dat is iets dat vaak gebeurt natuurlijk. Alleen had die man een probleem. Hij zei van mijn e-mailadres, ik heb dat al 20 jaar. Iedereen kent mijn e-mailadres. Als ik nu ga overstappen van bijvoorbeeld @skynet.be of @telenet.be naar een nieuw provider, @orange.be bijvoorbeeld, of omgekeerd, ja, dan riskeer ik om mijn e-mailadres te verliezen. En dat is bijzonder jammer, omdat mensen die mij contacteren mij dan niet meer gaan kunnen bereiken, omdat ik ook heel veel logins heb op 20, 30 websites. Bij Uber, bij de overheid. Vaak moet je inloggen met je e-mailadres. Hij zegt, ik heb zelf geen lijst van overal waar ik een abonnement heb. Als ik nu verander van provider, wat goedkoper uitkomt, dan heb ik een enorm probleem. Kan u mij daarbij helpen? Heeft die man gevraagd. Dan ben ik even gaan kijken of dat we dat kunnen doen. En inderdaad, in Groot-Brittannië hebben we gezien dat er een e-mail-overstapdienst bestaat, waarbij dat klanten die van de ene provider naar de andere gaan, hun e-mailadres kunnen meenemen. En in analogie van wat wij nu kennen met het GSM-netwerk, is dat inderdaad een hele goede oplossing. Stel u voor dat u morgen een lagere prijs vindt bij een andere GSM-provider, maar dat men u zegt, sorry, uw nummer vervalt. Dan denk ik dat heel veel mensen zullen zeggen, ja, maar dan stap ik niet over. Waarom zou ik dat doen? Bij GSM-nummers is er een wetgeving die de overdracht regelt van uw nummer. Dat is ook kosteloos. Wat ik voorstel, is dat we ook de overdracht van e-mails kunnen aanbieden. Nu, er is al een wetgeving, maar die wetgeving is beperkt tot 18 maanden. 18 maanden lang gaat uw provider uw bestaand e-mailadres doorsturen naar uw nieuwe provider. Maar dat helpt niet. Als ik u morgen zeg, kijk, het nummer dat je al 20 jaar hebt op uw telefoon, kunt je meenemen naar uw nieuwe, maar over 18 maanden stopt dat, dan gaan veel mensen zeggen, ja, het komt op hetzelfde neer. Ik wil gewoon mijn e-mailadres kunnen behouden. En dit wetsvoorstel beoogt twee zaken. Enerzijds dat de providers bekendmaken dat er zo'n optie is om je e-mailadres te behouden voor 18 maanden, maar nog meer om het ook wettelijk verplicht te maken dat die overdracht langer loopt dan 18 maanden. En uiteraard kan het zijn dat ze daardoor een kost hebben. Het is niet de bedoeling dat we aan een operator iets opleggen wat hem ook geld kost om dat te managen en te beheren, maar het gaat om een vrij minime kost dat dat moet zijn. En in die zin ga ik ook mijn tekst amenderen, mijn tekst die ik bijna een jaar geleden heb geschreven, ook amenderen. Omdat we zien dat in Groot-Brittannië er ook protest is dat je bijvoorbeeld £7 moet betalen per maand om zo'n e-mailadres te kunnen meenemen. Ja, dan heb je vaak het verschil dat het maakt om over te stappen naar een goedkopere internetoperator vervalt soms. Dus we moeten zien dat die kost billig is, bijvoorbeeld €15 per jaar, wat vrij laag is, maar toch niet onoverkomelijk. Want in vele gevallen gaat het gewoon om het doorsturen, het forwarden van een e-mail. Dat betekent dat je effectief ook een nieuw e-mailadres gaat krijgen bij een nieuwe provider, maar het wordt doorgestuurd zoals we dat kennen van de post die doorgestuurd kan worden. Dus dat beoogt dit wetsvoorstel. En ik heb ook een artikel wat ik ook kan doorsturen en waar je ziet dat het verliezen van de e-mailadres de grootste oorzaak zou zijn dat mensen niet willen veranderen van provider. En ik wil dat ook delen met de collega's via het secretariaat op dat op het extranet zetten dat artikel dat verschenen is. Uiteraard is het belangrijk om ook de mensen in de sectoren te gaan horen. Want het BIPT bijvoorbeeld heeft aangetoond in hun rapport dat de vraag wel degelijk leeft bij de consument en dat een grotere bekendheid van zo'n mogelijkheid toch wel een optie is.
En wij stellen een aantal namen voor van adviezen die we kunnen opvragen. Ik denk niet dat we voor dit wetsvoorstel effectief ook naar hoorzittingen gaan. Dat is misschien iets te veel van het goede. Maar ik zou graag een aantal namen willen doorgeven, namelijk Orange. Dat is een provider die daar veel mee bekend is. Die ook zeggen van, kijk, wij zijn een relatief nieuwe provider. En wij zien dat veel klanten niet overkomen, omdat ze hun bestaand e-mailadres bij de grotere bedrijven niet kunnen meenemen. Dus Orange, de ombudsman van de telecom en misschien ook test aankoop, aanschrijven om te horen wat dat zij denken hierover. En ik zie ook dat er al amendementen zijn ingediend door de CD&V. Maar dat kan denk ik besproken worden bij de volgende bespreking. Dank u wel, meneer Freilich. Dus we bespreken nog de tekst niet. We zijn aan het kijken hoe we de werkzaamheden gaan regelen. Mevrouw Dierik.